Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Avatar Log met Sander van Gaming SB. Hey! Hey! Ik ben er weer. Hij is er weer. Sander loopt als het goed is ietsje voor op mij, maar dat is op zich niet erg. Kan ik voor die search kit kijken? Ja, dan kan jij even voor de search kit kijken. Dan ga ik heel even tegen deze Puchena vechten. 6 seconden, bah. Bah. Ja, deze Sixagoon, en mijn Sixagoon is hartstikke leuk. Maar deze Sixagoon... Oeh, ik had een crit, man. Nice. Of trigger ik dan nog meer cutscene events? Nee, oké. Oké, Trico is level 9. Yeah. Top. Very nice. Telo. Weet je wat ik gemerkt heb? Nog niet. Nou, dat als ik op de spatiebalk druk, ja, dat de game dan alsnog versnelt. Zo jammer dit, hè. Ik doe dat gewoon automatisch als ik een Pokémon game speel. Zo jammer is dat weer. Wacht eventjes. Youngster Allen is dood, yeah. Nou ja, hij zal niet dood zijn, maar... Nog een trainer? Wat? Zij heeft een Sixagoon. Oh, dat is die laatste trainer, denk ik. Ja, yep, volgens mij ook. Ja. Dus. Nog een Sixagoon, wat leuk! Wat een fun in Jolijt. Ik wou dat er meer Sixagoons waren, want oh, wat heb ik die nou toch weinig gezien. Lichtbeest. Wat sarcasme. Ja, dat ik dat weet. Ook kan vliegen? Nee, toch? Ik vind van niet. Oké, vooruit. Het is ook gewoon omdat ik zelf veel sarcasme gebruik. Ja, ik dacht het en al. Ik geen leugenaar genoemd wil worden, dus ja, dan... Heb je die potion al gepakt die hier zo beneden is? Wat? Potion? Nee. Bij de laatste trainer en dan heb je onderin de potion. Oké. Okay. Oh, dat is hier, dat gaat me killen. Ik heb nu de cutscene met de beautyflies. Word ik nou gewoon genegeerd? zei je iets? Ik zei, deze Seedot gaat me killen. Oh. Ja, dat kan. Nee. Maar heeft hij yes, je gekild? Ik run away. Nee, hij deed bite. Oké. Okay. Dus ik zei voor de grap, hij gaat me killen. Maar... Nee, dat had ik niet door. Sorry. Nee, ik weet al hoe het gaat in deze serie. Nee, okay. Nou, dan kan je alvast wennen. Zo gaat het altijd in de series die we doen. Dus... Daarom. Niks nieuws. Beetje plagen kan ik wel tegen. Milan ja. Alleen niet. Maar goed, hè. Dat, Nou ja zeg, wat is dit nou weer? Sorry. Dat was een inkoppetje, gast. Die moest ik doen. Nou, oké. Okay. Oh ja, jij kunt er nu niet tegen. Ja, dat is natuurlijk wel perfect. Om nu. Nee, oké. Okay, it's... Zo te doen. Beste zou je alsjeblieft eens eventjes in het gras willen zitten? Dank u wel. Ik ben nu naar Norman gelopen inmiddels. Oh, je gaat ziek snel, man. Ja, ik ben een... Ben jij de Quickster, was het toch? De wat is? De Quickster, dat is van SpongeBob. Dan zegt hij zo, I'm the Quickster. Oké, okay, ja. Dat weet ik niet. Ja, nee. Nou, dat is teleurstellend. Ja, sorry. Wally moeten ze echt die van ons teleurstellen dus. Maar goed, dat mogen jullie in de comments uitvechten. Wacht, ik heb een genieus plan. Even kijken. Dat is ook nieuw. Wat een haat allemaal. Sander, weet je welke Pokémon wij ook mogen vangen zo? Nou? Telo. Oh ja, want dat is natuurlijk normal ook. Ja. Eigenlijk is de Lucktribe gewoon echt heel ongunstig, want de meeste flying Pokémon zijn ook al normal Pokémon. Yeah. Behalve Psychic, Fairy en... En niks zeggen. Ghost, natuurlijk. Mm-hmm.
Ja. Mag ik... Waarom mag ik eigenlijk niet gewoon de avatar zijn? Dan kan ik gewoon alle... Dat stond in dat plaatje die ik naar jou had gestuurd. Stond, daar staan de regels namelijk ook op, maar die heb ik niet meegestuurd. Stond drie, regel drie is, je bent niet de avatar, deal with it. Ze hadden je al door. Ze kennen me toch goed. Ja. Ja. Ja, teleurstellend dit. Ja. Maar Aang is zo chill. Dat klopt, ja. Heb je Legend of Korra ook gezien? Ja. Nice. Wat vond jij het beste seizoen van Legend of Korra? Ik moet zeggen, voor mij, ik heb hem alleen toen hij net uitkwam gezien. Dus ik kan het niet zo heel goed meer herinneren. Maar ik... even denken. Volgens mij vond ik seizoen 3 heel vet. Dan denk ik, kut, dat was seizoen 3. Seizoen 1 was met die bloodbenders, zeg maar. Seizoen 1 is de normalization, zeg maar. Dat iedereen zijn dingen verliest. Ja, die, ja. Dan krijg je de spirits. Ja, die vond ik niet zo leuk. Beginverhaal, dat vond ik echt vet. Ja? Dus de origin story, zeg maar. Dat vond ik heel vet. Ja, die ene aflevering of twee afleveringen of zo. Ja, dat was twee afleveringen of zo. Dat vond ik gewoon heel vet. En dat het dan ook weer verder gaat in dat seizoen... Dat op zich was ook al leuk. Ja. Dan heb je... iets... wat ik me niet meer kan herinneren. Ja, en dan heb je die ene vrouw die helemaal gek wordt... en alles wil veroveren. Ja, hoe heet het? Seizoen 3 was... dat Korra volgens mij heel ziek was. En dat die heel erg zwaar beveiligde gevangenen ontsnappen, zeg maar. Met die combustion bender en die gast die opeens kan vliegen. Ja, ja, dat was met al die speciale benders inderdaad. Yep. Door, er was iets door die spirits, was er iets gebeurd waardoor heel veel mensen ineens luchtbenders werden. Ja. En één zo'n gast werd ook luchtbender. En die kon toen uit zijn cel ontsnappen. Yep. En die heeft toen allemaal van die geniale benders heeft die, ook gevangen genomen. Nee, heeft die mee laten doen. Ja. En toen hebben ze haar vergiftigd of zo, toch? Ja, en ze hebben... Ze hadden zo'n vrouwke die combustion bender. Ja. Sorry hoor. Die combustion bender, die hadden ze dan zo'n kap omgedaan en die ontplofte zichzelf. Liet zichzelf ontploffen. Oh ja, ja, ja. Wat echt fucking heftig was, trouwens. Ja, maar sowieso, Korra is best wel... Sowieso best wel... Ja. Ik vind het niet echt het meest kindvriendelijke. Nee, precies. Ik bedoel, als je Avatar... Ook daar zaten een paar zieke afleveringen in, zoals Bloodbenders en zo. Yep. Maar echt, uiteindelijk was het wel allemaal goed, zeg maar. Ik bedoel, er is niemand echt dood gegaan in die serie. Nee, want Aang die deed juist zo moeilijk dat hij die vuurheer moest killen. En uiteindelijk had hij daar ook een oplossing voor, zeg maar. Ja, ja precies. Ik ga kijken alsof ik een telo kan vangen. Echt, maar oprecht, die serie, daar word ik echt nooit zat van. Van The Last Airbender. Nee? Behalve één deel. Eén deel uit de serie. Hetzelfde deel als ik waarschijnlijk. En dat is Als, dat mijn grote vriend Appa gestolen werd. Dat is altijd lastig om te kijken. En dan denk ik, hoe lang is Appa nou nog gestolen, jongens? Geef hem terug, alsjeblieft. Ja, ik vind dat heel langdradig. Ik vind dat een heel langdradig stukje. Ja, Appa was te lang gestolen, punt. Ja. Die afleveringen waren ook best wel saai als Appa er niet is. Dan doet Aang ook de hele tijd zo... Ja, Aang is dan ook een stuk minder leuk. Ja. Aang is vet salty. Gast, het is alleen maar je luchtbizon die is gestolen. Doe het maar rustig, man. Bruh. Zijn dit ook allemaal trainers? Nee. Oké. Okay. Waar ben jij nu? Bij dat strand. Ik ben daar ook in de buurt in het gras naar een telo aan het zoeken. Same. Ik ben ook in dat gras aan het zoeken. Ik weet alleen niet wat hier is, dus ik weet ook niet waarom ik hier door de rondjes ren. Het zal vast goed zijn, toch? Precies.
als ik het doe, dan kan het vast niet heel fout gaan. Nou. 5% is een Theo. Ja, dat is weinig, hè? Ja, dat is weinig. Weet je wat we beter kunnen doen? Wachten totdat we hem gewoon een keer tegenkomen, want we gaan hem sowieso een keer tegenkomen. Is wel leuk om te kijken. Precies. Precies. Nu moeten we vechten. Ik zeg, nee, dat is niet leuk. En toen dacht ik, wacht, maar om te kijken is het wel leuk. Oh, dit is zo'n rich boy. Yup, die geeft die een heleboel monies. Die gaat echt monies alsof hij een rijke tat is. Nou is hij dat dus ook. Ja. Winston. Ah, oh, dat is die gast van de postcode loterij. Vandaar. Wat een kutgrap. Echt, hè. Het is fijn dat je dat zelf ook in de gaten hebt. Hij heeft wel fucking hoog level Pokémon. Dit gaat niet goed. Level 8, ik ga dood. Het is dat het een Sixagoon is. En ik wou zeggen dat ik een Ground-type ben, maar dat ben ik niet. Kut. Nee. Ja, oké, okay, tackle. Full Restore, gast! Heeft hij een Full Restore? Nou, ik ben klaar mee. Nu al? Nee, oké, okay, ik kom al wel weer terug. Oh, jezus. Mag ook nooit eens stoppen met een Pokémon-serie in de tweede aflevering. Alhoewel zijn nu ook Full Restore. Alhoewel. Als ik denk aan alle Cagelock-pogingen die we hebben gedaan, ja. Dan denk ik, nou... hebben we een aantal keer wel gedaan. Yep. Hele hoop aantal keer. Voor de mensen die ooit een keer een Cagelock willen doen, ik adviseer, doe niet Black and White 2. Niet Black and White 2. Dat is ook een reden waarom ik nu Black and White 2 aan het spelen ben op stream. Het lijkt zeg me maar. Zo'n leuke game. Ik heb die game dus nog nooit echt uitgespeeld. Ja, of ik denk dat ik die überhaupt amper gespeeld heb. Dus ja, dat vind ik op zich wel jammer. Want ik denk dat die wel leuk is eigenlijk. Wat ik gehoord heb is die best, ja, best wel goed. Dus. Maar ach... Het leven. Ah, ik ga hem vanzelf nog wel een keer spelen. Misschien ooit nog voor mijn kanaal als ik niet een andere Pokémon zie. Wat? Hij deed fucking veel damage. Dit wordt echt een probleem, hoor. Oh, wat? Heb je die Rich Boy nog niet verslagen? Nee. Oh. Ik doe heel weinig damage. Hoe hoog level is jouw mannetje dan? 9. Oh. Hoe hoog is jouw Muskrat dan? Hé, een Telo, echt hè. Ik krijg een appje, ik zit niet op te letten en meteen krijg ik een Telo. Zit je gewoon je telefoon te bekijken tijdens deze serie? Nee. Ik heb web WhatsApp aanstaan. Echt aanraden trouwens. Behalve als je in opname zit, want dan krijg je een melding. En dan ga ik dat lezen in plaats van op de game letten. Dat is niet handig. Normale games hebben ook zo'n functie in Windows. En die doet automatisch zo van gast. We doen gewoon eventjes dat het niet werkt, die meldingen. Ja, alleen, precies. Citra doet dat niet. Gaat Tackle een Telo killen? Ik ben wel level 11. Hij doet de hele tijd Tail Whip. Volgens mij ben ik nu min 6 defense. Oh, dat is kut. Ja, maar ik heb Quick Attack, dus als het goed is hij nu dood. Oh, hij heeft nog 1 HP. Oh, wee als ik nu... Oh, hij doet Growl. Oké. Oké. Ik ben echt verbaasd. Watergun is power 40. Oké. Volgens mij is dat in oudere games echt 60 of zo. Ja, volgens mij ook. En is Tackle dan 40? Ja, volgens mij ook, ja. Alleen hier is dat dus niet... Is Tackle 50? Echt ziek hoog. Hoger dan Watergun? Ja. Huh? Ja, daar ben ik dus ook zo verbaasd over. What the fuck? Ik zat te kijken, wat kan ik het best doen om de Telo wel te verzwakken, maar niet te killen? En toen zag ik Watergun 40. Huh? Huh. Oh, nou ja, dan zal Tackle wel 35 zijn, weet ik veel. En toen was Tackle ineens 50. What the fuck? Maar ik denk dat ze beter hebben gemaakt en... Ja, Watergun genurfd. Ja, Watergun genurfd, zodat het samen met Absorb en Ember waarschijnlijk valt. Oh, flauw. Flauw. Maar ja, dan ze hem ook gewoon bubbel kunnen geven. Moet ik mijn Telo Appa of Momo noemen?
Telo, doe maar Momo. Of ja, Appa, weet ik veel. Paddleburg Woods. Even kijken of hier coole Pokémon zijn. Oeh, er zit een Pokémon bij die ik in mijn team wil. En er is trouwens nog een Pokémon. Je mag alle Pokémon vangen die je hier tegenkomt. Wat? Alleen, ja. Ja. Oh, nou, dan kijk ik wat ik tegenkom. Alleen bij Silcoon en Cascoon mag je er maar één vangen. Alleen, dat is lastig met die... met die Wurmple die je al hebt, snap je? Ja, oké. Okay, ja. Die Wurmple, ja. Op zich is het wel chiller om... een van de twee te vangen, want dan weet je wat je krijgt. Met Wurmple weet je het nooit. Nee, maar met die Wurmple weet je dus niet welke die wordt. Dus weet je niet of je de juiste Pokémon vangt. Snap je wat ik bedoel? Oh ja, dat ook nog eens. Dus je kan beter misschien even een paar leveltjes trainen. En dan weten wat die wordt en dan die andere vangen. Dat is oprecht wel een slim idee. Okay. Ik ben nu een Pokémon aan het vangen die voor jou ook heel interessant is. Oké, okay. Ben benieuwd. Het is gras-Pokémon, maar toch mag jij hem vangen. Grasbuk, Ninkada? Nee, hij is geen buk. Wat? Shroomish wordt Breloom en die is Fight. Oh, oh nee, ja, Fight heb jij toch? Ja, jij hebt Fight. Ja, daar had ik echt oprecht niet aan gedacht. Die zit ook nog in deze game, ja, Shroomish. Ja. Oké, dit is heel kut. Want nu... Ik zit nu in trainer battle. Aan de andere kant... Ik ben echt heel erg... niet gaan switch trainen. Maar ik bedenk me ineens dat... dat eigenlijk gewoon kan. Want het is geen randomized ability. Ik ben altijd bang voor... Area trap. Maar ja, dat is het niet. Nee. Dus waarom zo bang, Sander? Ja, Sander. Waarom zo bang, hè? Jij pussy? Nee? Doe me niet zo. Dat doen mijn ouders wel van. Nee. Zo. Huh? Dat is een... You alright? Dat is een hele slechte grap. Hey, Cascoon. Kun je dat eruit knippen? Nee. De waarheid mag niet onder ogen komen. Never! Gelukkig is het niet de waarheid. Nee. Of toch wel, en probeer ik dit zodat jullie niet meer weten wat de waarheid is. Waarschijnlijk. Jij weet het niet bij mij. Je weet het maar nooit bij mij. Nee, precies. Het is allemaal één grote façade. Yep. Oké. Poison Sting, nice. Nog een wormpoel. Hoeveel wurmpels denkt deze gast nodig te hebben? Ik heb echt al 2 verslagen of zo. Ja, hij heeft er 3. Maar meneer, je weet dat er maar 2 evoluties zijn die wurmpel kan hebben. Niet ja, 3. Maar hij denkt van als ik nou een dubbel krijg, heb ik er nog een. Oké. Ja, oké. Fair. Dat kan. En misschien is er een 3e evolutie. Een geheime. Maar die komt pas in generatie 9. Ja. Ja, dat zou kunnen. Is Poison Sting nou super effective op Bug? Misschien. Daar heb je helemaal niks aan, maar ja, ik heb geen beter antwoord. Wel op gras. Ja, dat wist ik. Oh, dat weet hij dan weer wel. Ik ben heus niet de typing chart aan het opzoeken. Oh. Dat is niet hoe ik typing chart bedoelde. Gen 6, ja. Oh, daar kreeg je wel een goeie. Ik kreeg ineens van hoe je moet typen. Ja, nee, dat was niet... Oh, lol. Die heb jij ook nog nodig. Die is wel grappig, want ik heb die oprecht... Ik kan oprecht echt amper blind typen. Oké. Oefening ja, ik ben echt blind typen. Ja, maar het kutte is... dat ik niet genoeg oefen, omdat... ja, ik kan het niet. Dus dan denk ik, ja... ik doe het wel even gauw om te kijken. En dan, ja... dan leer je het nooit. Oké.
Ik heb... Alhoewel moet ik zeggen dat het wel steeds beter gaat. Omdat ik het wel steeds probeer. En als het niet lukt, dan ga ik... Ah, ik kijk wel even. Ja. Maar goed, jij wou iets zeggen? Ik zei dat ik die ene trainer met zijn 3 wurmpels heb verslagen. Nou, ik ook eindelijk. En ik heb een paralyzed heal gevonden. Oké. En dan krijgen we zometeen een XP share. Als we team Magma hebben verslagen. Oh, echt? Ik dacht dat je dan een Great Ball kreeg. Normaal wel, ja. Maar in deze game niet. Ja, maar ik wil eerst even kijken of er een Shroomish is. Shroomish, kom hier! Werkt dat? Nope, dat is een Wurmple. Sad. Dat is een Wurmple. Jammer genoeg. Dus, run. Weg ermee. Oh, ik heb nog wel mijn Wurmple voorop staan. Ah, boeien. Hoe erg kan het zijn? We vliegen er weer vandoor. Ja, echt. Nou, ze mogen er van mij ook vandoor vliegen, al die Wurmples. Lol. Maar deze gast heeft een Poitierna waarschijnlijk. Yep, klopt. Ik denk dat veel beter is. Oh, ja. Hij heeft 2 keer Sand Attack gedaan en nu word ik echt genaaid. Oh, en nu Boostische Attack. Dit wordt echt een feest weer. Oh, wacht. Ja. Ik raak hem nu, wacht. Oh, hij is dood. Ja, misschien ga je wel dood. Ja. Hij ging een stuk makkelijker dan de Zigzagoon. Een Mighty... Of Poochie. En waarom had ik die 2 door elkaar? Ja, waarom doe je dat? He? Mighty, dat is ook wel... Echt duidelijk de beste van de 2. Ik heb de XP share gekregen. Bro, heb jij ze nu al verstaan? Ik moet even opschieten, man. Schiet nou eens op. Oh ja, hè? Ik gebruik geen speed-up en meteen is schiet nou eens op. Ja, ik gebruik ook geen speed-up, maar ik ben er wel gewoon. Mam, ik word gepest door Milan. Janken dan, bitch. Oké. Okay. Okay. Ja, is goed. Nee, dat zou ik doen. Ik heb wel een druk rooster, dus waar moet ik dat inplannen? Nu. Oh nee, ik ben nu al in opnames met een Milan of zo. Superbekende Avatar Locker. Als je Avatar Lock opzoekt op Google Images, dan zie je zijn thumbnail bijna meteen. Dus ja, echt superbekend is die. We gaan er natuurlijk voor om deze ook... bij de Avatar Lock te krijgen. Dus geef Milan views. Godverdomme. Nee, moet je wel doen. Moet je wel doen. Ja, dat moet je zeker doen, ja. Hij maakt ook wel eens Among Us video's. Jammer genoeg zat ik er vandaag niet in. Het is voor jullie echt heel lang geleden, maar goed. Klopt. Maar die video was ook al, ik denk al, misschien wel 3 weken geleden opgenomen. Ja, maar ik dacht eigenlijk al dat je ook andere video's had... online gegooid die later opgenomen waren. Klopt dat? Kan, alleen niet van Among Us. Nee, oké. Nee, dan is mijn fout. Nee, die van Among Us was wel echt de laatste. Maar de laatste... we hebben nu al even niet meer gespeeld, maar... we hebben natuurlijk de laatste paar keren ook Jackbox gedaan. En geen Among Us. Ja, oké. Dat is waar. Nee, maar ik dacht dat het... die eerste keer met Crewlink, dat nog langer geleden... dat daar nog een sessie tussen zat, zeg maar. Het kan ook zijn dat er een sessie is geweest die ik niet heb opgenomen. Ah ja, oké, dat kan ook. Er was namelijk ook een keer dat ik pas 1 uur of 2 uur later kwam. En toen heb ik niet opgenomen. Oh, ja. Maar met de volgende zit ik er denk ik wel in. Want ik heb wel meegedaan toen met dat Crewlink op een gegeven moment. Ik heb geen afleveringen meer. Oh, dit was de allerlaatste. Oh. Ja, ik heb op dit moment niks op voorraad. Oh, dan moeten we binnenkort weer opnemen. Ja, zaterdag wordt er weer gespeeld, maar ik weet nog niet of ik kan. Ja, alleen het kut is, volgens mij wouden ze dat 's avonds doen en ik ga Meet the Mole kijken dan. Oh ja, oh dan kan ik het helemaal niet. Dan weet ik wel zeker dat ik het niet ben. Misschien daarna, ja. Daarom heb ik ook heel slim niks gezegd, omdat ik denk van ja... Ja, ik heb ook niks gezegd. Ik kan daarna nog.
Alleen ik weet niet of ze dan nog bezig zijn en hoe lang. Als wij allebei tegelijk zeggen vanaf 9:30. Ja. Dat zou ik denken. Hier zit suspicious. Een verband in. Ja. En eigenlijk heb ik nog niks gezegd omdat ik eigenlijk voetbal wil kijken. Want dat is dus tijdens Wie is de Mol. Maar dan vind ik Wie is de Mol wel iets interessanter. Ah. Ja, zou ik ook vinden. Hoe sta jij ervoor, Sander? Nou, ik ben op het strand een battle aan het doen. Op het strand? Welk strand? Ja, ik wist ook niet dat was. Die strand daarbij route 102. Ik denk, ik ga omlopen. What the fuck ben je? Ik ga door het gras lopen. Maar schijnbaar is er wel een... Dus jij bent nog helemaal niet door het bos heen? Nope. Of wel? Nee? Nope. Wauw. Maar ben je dan weer terug uit het bos gelopen? Waarom? Ja, omdat ik moest healen. Ah. Dus ja. Dus we hebben er weer niks aan, zeg maar. Ja, ik ben niet zo snel. Unleashed energy, please. Doe niet zoveel. Oké, dat viel mee. Alhoewel, dat is bijna de helft. Ik wil niet weer teruglopen. Please zeg maar. Heb je geen potions dan? Je hebt heel veel potions. Gebruik potions. Oh ja. Ik vergeet niet dat ik... Normaal doe ik echt super zuinig met potions. Mm-hmm. Voor een reden. Maar... Oh ja, wacht. Het is ook een Nuzlocke. Dus het moet wel gewoon. Ja. Het is wel een Nuzlocke, ja. Ja. Maar ik ben wel heel zuinig. Aangezien ik er echt iets van 12 heb of zo. Ja, je kreeg er meteen 11. Ik weet niet waarom dat is, maar... Ja. Hé, hey, deze man is niet zo goed in Pokémon. Ah, geef hem meteen 11. Ja, hij heeft het wel goed in de gaten. Je moet nu tegen een Shroomish. Die is wel pittig. Ik heb Billy verslagen. Nice. Was je er kwijt? Pentapokker gaat evolueren. En wie was dat ook alweer? Oh, misschien is dat... Ja, Wurmple. Oké. Okay. Misschien is dat ook de reden waarom ik niet zo snel ben. Omdat ik steeds ook Wurmple aan heb staan. Had. Dit is Silcoon, toch? Ja, Silcoon, ik wist het. Die andere is meer paarsig, toch? Ja, klopt. Ja. Learned Harden. Ik deed hetzelfde, alleen dan stilletjes. Nice. Ja. Dus, oké, ik ga eventjes speedrun door Petalburg Woods heen. Ik ken natuurlijk de beste speedrun tactics van deze game. Dat was een grapje. Ja, ik weet het. Ik ken van geen enkele game goede speedrun tactics. Ik ben ook geen speedrunner. Precies. Ben ik echt heel slecht in, denk ik. Ik ook. Dat is niks voor mij. Team Magma, ik ben nu wel uit... Waar zijn al die trainers eigenlijk? Ik dacht dat er allemaal trainers zouden zijn hier, maar ik heb er geen één gezien. Nee, ja, die zijn er ook niet. Wat? Ja, er waren wel een paar trainers, maar... Ja, aan het begin. Ja, en na volgens mij na de Great Ball, of na de XP Share nog één trainer aan de linkerkant. Zullen we de aflevering beëindigen? Ja, doe maar. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering van de Avatarlog. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet vooral Sander's kanaal niet te checken. De link staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering van de Avatarlog. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.